Dit soort websites, zoals Dreamer Donate, die moeten gewoon vergunningplichtig zijn. Vergunningsplichtig. Ze moeten vergunning aanvragen als ze in deze sector aan de slag willen. En er moet toezicht komen vanuit de overheid die er op toeziet dat het geld ook toe naar de mensen gaat die dat nodig hebben. En dat ze ook ervan uit kunnen gaan dat de website waarmee ze te maken hebben niet te hacken is en dat het gewoon veilig is. Voor ondernemers die bijvoorbeeld een bedrijf willen opzetten, bestaan er al strenge regels. Ondernemers die crowdfunding gebruiken, die doen dat meestal in de vorm van een lening. Dus je investeert dan echt in die onderneming en je krijgt dat geld terug met rente. Nou, voor dat soort crowdfundingacties zijn er best wel strenge regels. De AFM, de Autoriteit Financiële Markt, die ziet erop toe dat platforms zich aan die regels houden. Ook Koren vindt dat er meer toezicht moet komen op particuliere doneeracties, want er is veel geld mee gemoeid. Ten eerste is het heel belangrijk dat de gelden veilig zijn. Dus je moet borgen dat het geld dat gedoneerd is, dat dat bijvoorbeeld op een derde geldrekening gestort wordt en dat daar niemand bij kan. En de website moet veilig zijn. Een website moet niet makkelijk te hacken zijn. Nou ja, en ten derde is het denk ik belangrijk om te controleren of de directie van zo'n crowdfunding platform of die in staat is om zo'n organisatie te runnen. Nou ja, en als er in het geval van Dreamer Donate één iemand is die aan de knoppen zit en in zijn eentje een website offline kan halen, nou ja, dat lijkt mij niet veilig genoeg